virtual reality of de mogelijkheid om echt in een game aanwezig te zijn, het is iets waar heel wat gamers en uiteraard ook fabrikanten van spelconsoles al jarenlang over dromen. De grote doorbraak kwam er met de Oculus Rift, maar het zal u niet verbazen dat een spelgigant zoals Sony ook graag zijn deel van de koek zou meepikken. Ze kwamen op de proppen met Project Morpheus. Een prototype voorlopig nog wel, maar het wordt wel verwacht in 2016 in de winkels. En zoals u kan zien, het ziet er ongelooflijk cool uit. Je voulais faire remain in our lineup and remain the same model, so it is still continued. However, we are introducing three new models: SW65, VW320, and VW520. Our new 520, on which we are very, very proud, as we are introducing the first world 4K projector with HDR compatibility, and that will be available in September. So quite a lot of updates in order to match HDR well, standards. So you will have better brightness to 1800 lumens, better contrast, both native and dynamic, up to 300,000 for one. So the idea is really to well match all the standards of HDR in order to be able to reproduce great brightness and great contrast at the same time on pictures when we can see native 4K content with HDR. Een paar jaar op rij nu worden we op tradeshows zoals de IFA overspoeld door 4K-televisies. Het mag duidelijk zijn, de consument moet en zal meestappen op het ultra-HD-verhaal. Om dat verhaal compleet te maken, heb je echter meer nodig dan televisietoestellen alleen. De nodige content en de middelen om die content af te spelen, die ontbrak tot nu toe. Het was dan ook met heel erg grote verwachtingen dat we dit jaar op zoek gingen op de IFA naar 4K ultra-HD Blu-ray-spelers. We vonden er wel geteld twee. Eentje daarvan, een prototype, bij onze vrienden van Panasonic, waar voorlopig de lippen nog stijf op elkaar werden gehouden voor een eventuele release-datum van een productiemodel. De eer van het eerste productiemodel te hebben ging naar Samsung. Zij hebben een toestel wat naar verwachting begin 2016 in de winkelrekken zal moeten liggen. Officiële prijs nog niet bekendgemaakt, maar in de wandelgangen circuleert er een bedrag van om en bij de 400 euro. Als je aan iemand vraagt hoe zijn perfecte display er moet uitzien, zal je ongetwijfeld verschillende antwoorden krijgen. Al moet ik eerlijk toegeven dat dit plaatje met de LG OLED en ondersteuning voor HDR-technologie heel erg dicht in de buurt komt van de perfectie.
het toestel heel speciaal maakt is dat we een nieuwe knop hebben toegevoegd bij de Harmony Elite. Je hebt nu directe besturing over je verlichting en eventueel schakelaars die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, een ventilator. Die zijn allemaal programmeerbaar en geef je de toegang om direct je verlichting te bedienen. De transportknoppen zoals play, pauze, vooruit en achteruit spoelen hebben we nu onder het scherm gevestigd. En we hebben ook de afstandsbediening iets groter gemaakt waardoor batterij levensduur verlengd is. Het contrast van het scherm hebben we aangepast. Dat heeft nu een heel andere display met verschillende functies die wat overzichtelijker zijn. Er zijn ook een paar opties dat je het scherm kan vergrendelen eventueel. En de activiteiten zijn nu wat verkleind, waardoor je meer activiteiten op het scherm kan plaatsen. We zijn dus ook voor Philips, gaan we binnenkort ook Philips Scenes introduceren die de klant kan gebruiken. We zijn momenteel bezig om met de samenwerking met Quivicon voor thuisautomatisering. LifeX hebben we laatst toegevoegd. Dit is een nieuwe firmware die we ook aanbieden aan de bestaande Harmony Ultimate gebruikers. In die firmware geeft de optie om je apparatuur buiten huis te bedienen. Dus als ik op vakantie ben, kan ik bijvoorbeeld de televisie aanzetten, waardoor het lijkt alsof iemand thuis is. Allemaal automatisch via de Harmony, zonder dat ik binnen mijn netwerk hoef te zijn. Panasonic plasmaschermen jarenlang hoog op het verlanglijstje stonden van menig home cinema liefhebber, dat hoef ik jullie waarschijnlijk niet meer te vertellen. Het was dan ook met leden ogen dat we moesten aanzien dat deze technologie waarschijnlijk voorgoed van het strijdtoneel is verdwenen. Maar geen nood, Panasonic is een nieuwe koers ingeslagen. Hier op de IFA in Berlijn stellen ze hun eerste 4K OLED-scherm voor met HDR-ondersteuning. En als kers op de taart staat daarnaast een nieuw prototype van de eerste 4K Ultra HD Blu-ray-speler. Brengen aan de IFA in Berlijn zonder langs te lopen bij Epson, dat zou geen compleet bezoek zijn. Ook dit jaar zijn we dus weer van de partij. Als we een kijkje nemen naar de line-up zoals die voor dit jaar is aangekondigd, merken we niet echt veel verrassingen. De 6600 als entry-level en de vertrouwde 9200 zitten nog steeds in het gamma. Top of the line natuurlijk, de onlangs geïntroduceerde LS10000 laserprojector. My real name is Michael Schiffers. It's not my nickname, it's the nickname of Michael Krehl. Michael Krehl is the electronic guy that works in my company that gave that nickname Cinemike, and we made it a brand name. What we are doing is we are specialized in modifying audio and video gear. It started almost 15 years ago with on the private way. I met Michael Krehl because I was a home cinema freak that time too. And he worked in a company in Aachen that was specialized in upgrading DVD players with progressive scan cards. Maybe you know Cinematrix.
That's where he came from. That company is not existing anymore, a long time. And we came together. He works in my company now, and he is the developer of all the modifications. As everybody knows now, this is the presentation of the new generation JVC projectors, but they are played with our equipment. That means we have a X7200 there, Denon, the modified version, in the biggest version that we have yet. For Blu-ray we used the 3313, it's our reference Blu-ray player. With quite a lot of modifications on the digital base. And then we have a Orum system there, but this is original. It's the Orcans, it's the center to the Orcans, it's the Orco subwoofer, and we have six Phase 8. These are the new Atmos speakers. We also use two of them for the surround. The good thing about one big improvement of the modification is that you can play the X7500 at real high levels without any compression. We cannot put in more power than it has originally, but it plays till the end of the power output absolutely clean. I think we are talking about 400 changes in that unit. It starts with the main power filters. It's a lot of changes on the DA converter board inside. It's a lot of changes on the HMI board, the heart of the unit. And this brings all the improvements that we have. It's not only sound-wise, it's also picture-wise. Even if you just bypass the picture. The basic modification for that unit is €2,000. Then we have a next level that includes the power amp modules, that is €500 extras, and then we have the level 3 modification, that's a modification inside the unit here in the booth. It's another €1,500, and then we transfer all the modifications that we have in the 8802 for the DA converter. The latest version of the 7200 is future-proof, because it has the latest HMI technology. It's compatible to all the Ultra HD content that is coming. So I think people could live a few years with it without thinking about buying a new one. So that's the reason that we did that big modification. In the models before, we didn't do such a big modification.